kan je daar wat over toelichten? Nou, dat is typisch zo'n gevalletje. Dat was anderhalf jaar geleden, las ik in het Parool op een gegeven moment dat de jeugdwerkeloosheid in Amsterdam-Zuid heel groot was. Ja. Ik ben ook voorzitter van de Winkelstraat in de Maastraat. In de Maastraat zaten heel veel winkeliers die gewoon de eindjes aan elkaar aan het knopen waren, die het gewoon niet konden bolwerken. En toen dacht ik, ja, hoe kan het nou dat aan de ene kant in de straten eromheen kinderen thuis op de bank zitten te vervelen en misschien rottigheid uit gaan halen. En ze hebben ons in de straat handjes nodig. En nou, toen ben ik aan het stadsdeel gegaan. Ik zei, joh, is dit niet op te lossen? Nou, stuit je gelijk op een muur van, dat kan niet en dat mag niet, want dat is vals. En die mensen moeten gewoon solliciteren. Ja, maar er is geen werk voor die mensen, want die mensen hebben geen geld. Nou, uiteindelijk is dat toch als experiment met 11 jongeren is dat bij ons in de straat gebeurd. En van die 11 jongeren zijn er na een half jaar, zijn er 8 mochten blijven bij de werkgever. Ja. Heel simpel dingetje, heel simpel manier. En nu wordt het uitgerold over het hele land en is daar een bureau die daarmee aan de gang gaat. Ja. Het is zo simpel, is het soms. Ja. Sorry? Een sticker. Ik wil ook eventjes naar Renzo Durlo van Green Fox. En, nou,